Dag iedereen. In een vorige video zagen we dat God, hoewel Hij ook werkzaam is in deze wereld, toch in de eerste plaats boven het universum verheven is. Niet voor niets plaatst Jezus in het Onze Vader, God in de hemel, in een bovennatuurlijke dimensie. Die transcendente God wil als Vader aangesproken worden en Hij verlangt de mens te helpen. God hecht blijkbaar veel belang aan die microscopisch kleine streek met opstandige mensen in dat onmetelijk universum. Hij wil de individuele mens en de mensheid met zich verzoenen. En Hij verlangt ernaar dat de mens Hem erkent en zijn leefregels toepast. Maar God als Vader aanspreken is slechts mogelijk wanneer we Hem in voldoende mate kennen. En daar wringt het schoentje. Want hoe kan je spreken met een transcendente persoonlijkheid die je niet kan zien of horen? En hoe weet je wat die gans andere van je wil? Hoe kunnen we die God leren kennen? Er is een beeld dat vaak gebruikt wordt om de kennis van het godsbeeld aan te duiden. Het is een Oosters verhaal van blinde mannen die elk een ander lichaamsdeel van een olifant betasten. De poot, de staart, de slurf, de slagtand enzovoort. Elk komt vanuit zijn persoonlijke ervaring tot een ander besluit. Die olifant wordt dan vergeleken met het godsbeeld. En de conclusie van die blinden stellen de wereldgodsdiensten voor. De moraal van het verhaal is dat elk een complementair deeltje van het godsbeeld ziet. Dat spreekt westerlingen aan, want het sluit aan bij hun open geest en hun tolerantie. Maar door die vergelijking wordt het waarheidsgehalte en de maatschappelijke relevantie van het christelijk geloof sterk gerelativeerd. En wanneer die gelijkenis zou kloppen, dan heeft het niet veel zin om je geloof met anderen te delen. Dat blind betasten sluit aan bij de Oosterse godsdiensten, waarin spirituele ervaringen voorop staan, ten nadele van een verstandelijke analyse. Die mystieke ervaringen zijn niet eenduidig en moeilijk te communiceren. De vergelijking klopt echter niet, wat betreft godsdienst in het algemeen. Want wanneer je al die puzzelstukjes samenvoegt, krijg je anders dan bij die olifant geen coherent geheel, maar wel een mengelmoes van onverenigbare elementen. Reïncarnatie is tegengesteld aan een eenmalig leven en uitoven van de mens is tegengesteld aan eeuwig leven met een nieuwsoortig lichaam, enzovoort. Die parabel is hoe dan ook erg zwak. De blinden doen niet eens de moeite om zich te verplaatsen voor verder onderzoek. Je mag verwachten dat ze dat in werkelijkheid wel zouden doen en dan zouden overleggen om tot gemeenschappelijke conclusies te komen. Willen we de existentiële God vinden, dan moet zowel het onderzoeksobject als de onderzoeksmethode daaraan zijn aangepast. Je moet je dan niet verdiepen in de spirituele wereld en zoals die blinden slechts betasten en het verstand opzij zetten, want dan ontmoet je jezelf en de spirituele wereld van Moeder Aarde en niet de Vader in de hemel. In het christendom is niet de mystieke ervaring het uitgangspunt. Je moet eerst naar buiten kijken, want God is een buitenstaander. Maar Hij is een buitenstaander die zichzelf openbaart. En het is in de eerste plaats met ons verstand dat we daarvan kennis kunnen nemen. Jezus zegt niet, aanschouw mij, maar wel leer van mij. Die goddelijke openbaring is impliciet en expliciet. De volgende tekst betreft Gods impliciete openbaring doorheen de natuur. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken.
zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Paulus schrijft dat je met je verstand kan concluderen dat er een transcendente God is. Maar hij stelt vast dat de mens liever zelf voor God speelt en zo dwaas en blind wordt. Die mens lijkt dan op zo'n blinde man die niet zijn verstand gebruikt en zijn persoonlijke ervaring vergoddelijkt. Hij spreekt dan niet over de Vader in de hemel, maar over Moeder Aarde, terwijl de aarde slechts Gods werkstuk is. Maar die impliciete openbaring doorheen de natuur volstaat niet om God als Vader aan te spreken en om zijn visie op het leven te kennen. Nee, God moet zichzelf op een duidelijke wijze openbaren. En dat deed hij, zoals hierna beschreven wordt. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie hij het heelal geschapen heeft. Hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Die boodschap werd bevestigd door de hemel, onder meer door de wonderen die Jezus heeft verricht, en natuurlijk door zijn verrijzenis, want die vormt de enige valabele verklaring voor het feit dat het christendom niet samen met zijn stichter is gestorven. Die boodschap wordt ook bevestigd door de mensheid, want velen erkennen dat de wereld er heel anders zou uitzien indien iedereen de woorden van Jezus in de praktijk zou brengen. Dankzij die woorden weten we nu wie God is en wat Hij van ons vraagt. Natuurlijk zijn er ook andere heilige boeken en andere profeten. Aan ons om na te gaan welke woorden geloofwaardig zijn. Aan ons de keuze om Jezus Vader, al of niet, als onze Vader aan te spreken.